Welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag gaan we naar Pukkelpop. Ik ben kei blij. Ik ga normaal elk jaar 3 dagen, of 4 zelfs, op woensdagavond. Maar dit jaar ging dat niet. Maar we gaan vandaag. Ik moet alleen nog beslissen welke outfit ik ga aandoen. En ik heb verschillende opties hier klaar liggen. Dus ik ga jullie laten zien wat de opties zijn. Dit zijn dus de verschillende opties. Kleedje. Short. Met van alles. Maar ik ga ze allemaal aandoen. En dan kunnen jullie zien wat dat ik als festival outfit ga dragen. Trying to put him in the worst mood. P1 cleaner than the church shoes. Really point to just to hurt them. All red lamps to tease them. None of these toys on these two. Made the whole year in a week too. Main chick out of their league too. Side chick out of their league too. House so empty, need a centerpiece. 20 racks a table cut from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. And she clean it with her face, but you love your baby. Talking money, need a hearing aid. They talking about you, you don't see the shade. Switch up your style, you take any lane. Switch up your cup to kill any pain. Look what you've done. You're a pretty little star boy. Look what you've done. Yeah.
Hello everybody. Hello. We zijn onderweg. We zijn bijna op het Bukkelvast. Yep. Laurens is erbij. Hey Laurens. Hey. En we gaan ons parkeren aan de Bruno Sonhove. We gaan nog een stukje wandelen. Hopelijk is het niet te druk. Okay. Wandelen en zo. Ja. Ik heb trouwens voor de zwarte outfit gekozen. Twee blackjes. Team, hè. Bitch, I know these ways, something like you got the knuckles. I write my verses sober, yet I'm higher than a Hubble. Put them 6 feet deep down, I don't need a shovel. Drop a flow so hard, and then I'm stunting like a double. This is the grand finale, and God from Miami Valley. They feeling this shit, I'm dropping from Dayton to Cincinnati. Your boy been on the move, I hit the lab, and then I'm outie. I don't need no one around me, just my shorty in and outie. Pull up, and I get exploiting, you rappers are so annoying. Give me a minute with any beat, and I'll get destroying. I'm telling what I'm... Stikkerpot, Bukkelpot was super leuk. Mijn hoogtepunt was Imagine Dragons. Ik had niet verwacht dat die zo goed gingen zijn. Plus de zanger had het over depressie en over anxiety en zo. Dus dat vond ik wel tof dat die dat zo aanhalen. Want die zei van dat mensen daar, ja, dat daar meer over gesproken moet worden. Dus dat was mijn hoogtepunt. En mijn ander hoogtepunt was iedereen ontmoeten. Jullie zijn echt met zoveel foto's komen vragen en iets lief komen zeggen. En dat was zo leuk. Dat was echt waar. Ja, echt heel fijn. Wat was uw hoogtepunt? Dat ik ook twee keer mee op de foto mocht. Dat is wel leuk. Ja, Sambo ook. Ja, een paar vrienden terugzien en zo, dat is altijd fijn. Mm-hmm. En goede. Goede muziek eigenlijk ontdekt, ook wel zo fijn ontdekt. Ja. Zo, bijvoorbeeld gelijk Imagine Dragons, dat was echt super goed, super goede show. Dat is zo'n muziek die je wel eens kent van op de radio, maar nu echt zo een show van heb gezien. Nou, dat vind ik ook trouwens, je blijft slapen. Maar wij gaan dus de vlog afsluiten. Hopelijk vonden jullie het leuk, dus zeker thumbs up. En wij zien jullie morgen.